Ja, goedemiddag allemaal, we gaan beginnen. Ik denk dat er nog een paar nakomen, maar ze gaan wel hun plaats vinden. Opnieuw, zoals dikwijls, een grote merci om te komen en een hartelijke welkom. Want zonder jullie zou er geen techniekacademie kunnen zijn. Dat ben je allemaal goed beseft. Dus hartelijk welkom. We starten een nieuwe periode. Soms in afkortingen ga je dat zien, 2022-1. Het eerste semester van 2022. Ik ben blij dat ik mijn masker mag afdoen en jullie niet, want jullie zijn nog te dicht bij elkaar. Maar straks wordt het misschien code oranje. Wie weet we dat de minister beslissen en dan mogen we hier zonder masker zijn. Maar voorlopig niet. Goed. Techniekacademie. Een paar gegevens. En u ziet een landkaartje en wat zie je? 108 gemeenten, er is er inderdaad eentje bijgekomen. Sinds de vorige keer. Ra, welk eentje is er bijgekomen? Ja, dat staat er veel op. Ik ga het maar zeggen, he. Ergens daar bovenaan in Oost-Vlaanderen, Wachtebeke. Daar gaan we nu ook techniekacademie doen. Goed. Ooit dachten we gaan stoppen aan 100, maar blijkbaar zijn we toch niet te stoppen. He. Ja, het is nu helemaal zo. Maar goed, ik dacht dat het goed zou zijn om ik de collega's voor te stellen. In het verleden heb ik dat nooit gedaan, maar er zijn een paar nieuwe collega's bij. Dus ze staan in alfabetische volgorde, maar we zijn allemaal even belangrijk als collega's die het helpen organiseren. Frank organiseert het project Repair Teams. Frank is er niet aanwezig. Dat is een vervolgproject op de Techniekacademie voor 12 tot 14-jarigen om te herstellen. En we hopen om daar al een beetje een uitrol te hebben vanaf september. En misschien gaan we dan ook de kans geven dat je daar kunt techniekcoach zijn. Dan hebben we Jean. Jean zit daar verstopt in Toekske, die nu cameraman is. Want inderdaad, we nemen dat hier op vandaag met die PowerPoint om dan aan de afwezigen te bezorgen. Ze hadden voorgesteld om online te werken, maar we hebben als je duidelijk veel online gewerkt, dan het gewoon gaan oppakken. Hè. En je kunt er dan nadien ook een keer naar kijken. Jean regelt het vervoer van de boksen en de chauffeur en zo verder, dus de logistiek. Lieselot staat ergens achteraan. Ja, helemaal achteraan. Zij is nieuw, nog maar een maand of twee. Zij verzorgt vooral de communicatie met de gemeente en nog een pak andere dingen. Lucas de Slovere is onze chauffeur. Die is nu aan het rondrijden met boksen naar de verschillende locaties. Normaal ga je hem niet zien, maar als de boksen er niet zijn, ja, dan is het aan Lucas. Gaat anders zijn. Als de boksen er staan, is Lucas die het goed gedaan heeft. Hè? Goed. Michiel is ook nieuw, die staat daar ook achteraan met de rode polo aan. Nog maar een maand. Die zal meehelpen de technische projecten te verzorgen, te verbeteren en aan te passen. We doen ook nog nu en dan andere projectjes tussendoor. Michiel is daar de verantwoordelijke voor. Nathalie ziet je nu ook niet vandaag. Ze heeft corona zelfs. Allee, quarantaine, kan ik zo zeggen. Ze is niet erg ziek. Maar zij doet het magazijn. En sommigen hebben al ons magazijn gezien. Het is inderdaad een serieus gebouw geworden met heel veel boksen en zo verder. Mijzelf, dat kent je en ik doe ook de Tienertechniekacademie. Sarah staat hier, ook geboren achter het muurtje, het secretariaat. En Sarah van Dal is ook nieuw, die staat ook achteraan met de witte trui aan. Die verzorgt de junior, hoofdzakelijk de Junior Techniekacademie. En toch, dat zijn allemaal mensen die 100% actief zijn bij ons, een fulltime hebben, dus het is al de moeite geworden. En dan hebben we nog een paar mensen die halftime of 20% of zoiets wat meewerken. En dat is Luc, die staat achteraan, want die ken je al van vroeger. Die gaat ook mee met de technische projecten en zo. Nele Moens, die is hier niet vandaag. Die zorgt voor dossiers voor de provincie en al zulke dingen voor de overheid. Zorgt ook dat de syllabi geüpdate worden. En Nico is er ook niet vandaag. Maar Nico zorgt dat alle Lego-robots gesorteerd worden en dergelijke. Voilà, en nu weet je de keer wie dat er allemaal actief is in onze Techniekacademie. Rechts staat er ook nog dat er een vacature is. Ja, ik ga ooit een keer binnenkort op pensioen, moest gehoesting hebben. Nooit weten en nu pensioen zijn of in een andere functie dat je nog een keer wat wel bij doet. De vacature loopt nog tot zondagavond. Je kunt nog solliciteren, ik ga het zo zeggen. Goed. Maar belangrijker voor ons, wij hebben een reorganisatie moeten doen. Ieder bedrijf doet dat zo om het half jaar, wij doen dat om de 7 jaar, een reorganisatie. Waarom? Wel, jammer genoeg krijgen we geen subsidie meer van West- en Oost-Vlaanderen. Van West-Vlaanderen is het zo'n beetje een politiek spel met Vlaanderen en de provincies. Ja, goed, dat is nu helemaal zo. In Oost-Vlaanderen is het omdat we niet meer wilden.
We moesten veel te veel dingen doen, zoals naar een technische school op bezoek gaan en nog een pak voorwaarden. Na van de subsidies allemaal nodig om het dossier op te maken. En we gaan het niet meer doen. Klopt niet met onze visie. En jammer genoeg, maar ik denk dat de meesten dat al ondervonden hebben. Als ze een plakje noot gaan kopen in de winkel een jaar geleden en nu, dan kost dat dubbel zoveel geld. Voor ons zit daar hout in, maar ook metaal, elektriciteit, al die dingen. We hebben het uitgerekend, zo ongeveer 26% gestegen. Dus onze materiaalkost is een vierde erbij gekomen. Hè. Allemaal door die corona. En zo nog een hoop andere kleine parameters. En daardoor moesten we organiseren. In eerste instantie financieel gezien. Hè. En daarom hebben we beslist om maar 8 weken meer te geven. Vroeger hadden we 12 weken, vorig jaar was het nog 11 weken. Vanaf nu zijn het 8 weken. Let op, ons doel blijft nog altijd evenwaardig. Om kinderen te motiveren voor te kiezen voor een technische loopbaan. Ik zeg niet voor technisch onderwijs, maar voor een technische loopbaan. Is er internationaal bewezen dat een keer proeven belangrijk is. En met die 8 sessies voldoen ze nog altijd aan het proeven een keer van techniek. Hè. En dat is nog altijd onze taak, de kinderen enthousiast maken voor die schone wereld van techniek. Hè. Goed, we hebben dan ook het lidgeld een beetje moeten opslagen voor de kinderen. 70 euro, let op, in West-Vlaanderen was dat al zo, in Oost-Vlaanderen niet. Dus het is nu 70 euro. En de junior is ook met een klein beetje gestegen. Ja, als er minder sessies zijn en uw lidgeld stijgt, wil dat zeggen dat er relatief meer gestegen nog is. Hè. Maar goed, we gaan er wel blijven raken. Hè. Goed, en wat hebben we ook gedaan? Onze website aangepast. Straks ga ik u nog wat informatie daarover tonen. Techniekacademie.be is de algemene website, maar wij gaan daar ook naartoe gaan voor de website voor jullie coaches, hè. Straks meer daarover. Hij werkt nu ook veel beter op een iPhone of op een iPad en zo verder. Hè. Goed, dat is onze reorganisatie. Concreet, heel belangrijk dus voor jullie, 8 sessies nog, hè. Dus dat maakt het wat minder. Goed, onze kalender hebben we eigenlijk ook een beetje moeten aanpassen naar die 8 sessies. En wij hebben voor de Tiener Techniek Academie nu 2 periodes. Periode A, periode B. Periode A begint dan volgende week, vanaf 26 februari tot 4 mei. Periode B begint maar na de groepjesvakantie van 9 maart tot 18 mei. Dat is omdat wij in meer gemeenten zitten met minder periodes, dus moesten we ons materiaal wat meer verhuizen en we hebben daar wat verspreiding aan gegeven. Dus sommigen stonden jullie aan beginnen volgende week, anderen mogen nog op congé gaan tot 9 maart. Nee? Dus we hebben nu 2 zo'n periodes. Oké, de Junior Techniek Academie loopt daar ergens tussen, maar goed, dat is niet belangrijk voor jullie. Goed zo, dus het kan zijn dat je later moet beginnen en bij de bevraging, en misschien had je dat niet heel goed begrepen, zou het kunnen zijn, mensen die op 8, 9 maart starten, misschien ga je al kunnen ingezet worden die eerste 2 weken, omdat je daar nog tekort hebt. Als je hoesting hebt natuurlijk. Hè. Goed. Corona. Hopelijk is corona voorbij. Je voelt het allemaal, het is aan het verzwakken. Maar ja, het kan volgende week weer aan een andere piek zijn of zo. Maar volgens de normen mogen we Techniek Academie geven. Dus we zitten in code rood. We mogen samenkomen met maximum 50 kinderen, dus wij voldoen daaraan. Dat is geen probleem, we zitten maar met 20 tezamen. Maar we moeten wel nog altijd ons mondmasker dragen, dus ook de kinderen. We moeten veel verluchten, en ik weet dat is tegenstrijdig. Hè. In de winter moet je de venster open zetten, maar het is zo. Hè. Wij gaan geen CO2-boxen of CO2-meters zetten, hoor. We gaan gewoon verluchten. Hè. En we mogen nog altijd geen externen toelaten. Dus mag er zomaar geen ouder binnenkomen. En eigenlijk is dat beter ook, ze moeten niet binnenkomen, die ouders, hè. En zo verder. We hebben nog altijd onze coronabox. Die is niet zo echt meer nodig, maar die is er nog. We gaan hem blijven geven. Er zitten ontsmettingsmiddelen, een thermometer en zo verder. Een beetje van alles. Nee. We hebben dat moeten invoeren. En we moeten geen lijsten van aanwezigen meer opnemen. Dat moet niet meer. Dus die tracing en zo verder vraagt dat niet meer. Maar we hebben dat eigenlijk vorige keer gebruikt. Soms te vergaten dat soms een keer, en we moesten dan een herinnering sturen, met alle begrip natuurlijk. Maar nu laten we jullie vrij. Je mag de aanwezigheden invullen, en als je daar geen hoesting voor hebt, dan moet je ze ook niet invullen. Dus het is uw keuze.
Maar iemand die dat graag doet, een keer kijkt, wie was er allemaal, waar heeft hij een digitale tool nog altijd? Belangrijker is wel, wij gaan daar dingen opzetten, net zoals vorig jaar. Tegen de maandagavond zetten wij daar dingen op. Bijvoorbeeld als een ouder zegt, ja, mijn zoon gaat niet komen omdat hij, ik weet niet waar is, dan zetten we dat erop. Dus als je de dinsdag, en eigenlijk in het beste geval de woensdagmorgen, naar die kalender kijkt, ik ga het straks nog een keer tonen dan, dan kunt je zien op voorhand al, en dan we weten, wie is er aanwezig. Bijvoorbeeld wat er ook soms gebeurt, voor het vormsel moet hij plots een of andere activiteit bijwonen. Dan vragen de ouders soms, en mag hij dan naar de tweede groep of naar de eerste groep komen, of een keer de zaterdag. Wij laten dat toe als dat niet te veel is. En dan ga je dat er ook zien dat dat kindje bijvoorbeeld voor die ene keer niet in de eerste groep zit, maar in de tweede groep. Hè. Dus dat is een soort communicatiekanaal. Je ziet daar ook direct digitaal alle kinderen staan en ook als je dan verder kijkt, ziet je ook de telefoonnummer staan van de ouders. Mocht er iemand gekwetst zijn of zo, dan kunt je die ouders opbellen. Dus het hoeft niet meer dat je de aanwezigen invult, maar wij gaan het blijven gebruiken als communicatiekanaal. Oké? In code oranje, en wie weet dat er vanaf vrijdag of vanaf volgende week code oranje is, verandert er eigenlijk niet zoveel voor ons. Er mogen nog altijd geen externe komen enzovoort, maar de kinderen gaan geen masker meer moeten dragen. Let op, als jullie misschien nog een beetje schrik hebben of zo, terecht, hé, dan mag je eisen dat de kinderen een masker aandragen. Hé. Dan hak ik dat wel mee naar de ouders. Je mag ook zelf indragen. We voelen ons toch een stukje veiliger. Maar goed, kinderen die geen masker moeten dragen, gaan hem ook zomaar niet meer dragen. Hé. Het ligt toch een beetje gevoeliger voor de kinderen. Hé. Maar goed, in code oranje gaan we dat wellicht mogen doen. Hé. De rest blijft allemaal hetzelfde. Ik zou zeker blijven verluchten. We zijn er nu al een beetje gewoon. Het zal misschien mooier weer worden geleidelijk aan. Laat maar altijd een venster openstaan. Laat maar de deur openstaan. Dat is eigenlijk al een van de belangrijkste aspecten. Hè. En als je zelf een masker wilt dragen, met alle plezier. Voor de mensen die nieuw zijn. Oh ja, sorry, ik heb vergeten de nieuwe mensen te verwelkomen. Welkom, nieuwe techniekontjes. Hè. En ook welkom, anciens of oud-bedienden en zo. Maar voor de nieuwe of voor degenen die hun masker verloren hebben, hebben we nog altijd maskers met het logo van Techniek Academie. Je kan dat straks aan de ingang afhalen. Nee? Goed, dus dat is corona. Dus we mogen, dat is belangrijk. Maar toch voelen we dat de ouders nog altijd een beetje schrik hebben. En we hebben inderdaad wat minder deelnemers dan andere jaren. Andere jaren zit dat meestal rap vol. Nu is dat zo niet. Bedenken dat ze nog een beetje in die coronasfeer zitten. Maar goed, het is nog altijd corona. Hè. We kunnen het niet veranderen. Bon, en dan de workshops. Ja, als we maar 8 weken hebben, kunnen we ook maar 4 workshops geven. Ja, iedere workshop duurt 2 weken. Ze staan erop gestopt. Voor periode A is er een workshop lampjes schakelen, een escapebox, een CNC-robot en een voederhuisje. Het project lampjes schakelen, voor de mensen die het al vorig jaar gedaan hebben, is een beetje aangepast, een beetje redesigned, je gaat het zien, maar het principe is ongeveer hetzelfde. Escapebox is hetzelfde, met dat verschil, er was er een of andere wedstrijd aan gekoppeld om daar een slotje te kunnen open doen. We hebben dat afgeschaft, want dat ging toch meestal niet, dus dat is verminderd. CNC-robot is een nieuwe workshop met de Lego Spike, maar het is misschien een eigenwaardige naam, CNC-robot. Het komt erop neer dat ze daar een papiertje kunnen insteken. We maken een soort machinetje die dan lettertjes en cijfertjes gaat schrijven. We maken als het ware een plotter of een CNC-machine, in geleerde woorden. Maar goed, straks kunnen we dat zien als wij de workshops een keer in rotatie gaan bespreken. En een voederhuisje voorzien we ook. Bij sommige systemen een gereedschapsbox. Je weet, die moeten altijd in orde zijn daarna, omdat men verhuizen naar een andere locatie. En ik durf dat nog voor de zoveelste keer benadrukken. Als je daar bijvoorbeeld een bolken in legt, in die doorvoerbox, dan hebben de mensen na u ook dat bolken nodig. Laat dat in die doorvoerbox zetten en steek dat niet in uw algemene gereedschapsbox. Hè, want de anderen na u hebben dan dat bolken niet. Dus er staat duidelijke lijst op wat er in die boxen zit. Zorg dat dat er weer allemaal in zit. Dat moet niet mooi gesorteerd zijn, maar moet er allemaal in zitten. Zodat de volgende groep, ik herhaal het, de volgende groep kan ook u zijn. Hè, het weer alle materiaal heeft. Maar er staat iets bijgeschreven voor het voederhuisje. Er kan ook een kleine versie zijn. Het is namelijk zo, in onze Voedertechniek Academie doen wij in principe ook een bedrijfsbezoek.
Maar er zijn nog altijd bedrijven die zeggen in corona liever niet bij ons langskomen. We hebben het een keer gecheckt. Voorlopig zijn er 85% van de bedrijven die wel een bedrijfsbezoek toelaten. Dus ik was nog aangenaam verrast dat dat maar naast ons zit. Maar zo regelt dat allemaal. En er zijn, ja, niet alle bedrijven laten nog een bedrijfsbezoek toe. Wel, daarom hebben wij een extra project voorzien. Hier het voederhuisje, die oftewel in 1 week kan gegeven worden of in 2 weken. Dus als we geen bedrijfsbezoek doen, dan heb je 2 weken. Dan kunt je dat volledig afwerken op het gemak en zo verder zelfs de uitbreidingen doen. Maar als er een bedrijfsbezoek is, dan heb je maar 1 week voederhuisje. En we hebben in de cursus dat in kleurtjes geplaatst. Als er maar 1 week is, dan gaan we bijvoorbeeld heel theorie meegeven. Want normaal gezien is er altijd een stukje theorie, dus dan valt dat weg. Dan gaan we een paar dingetjes weglaten van het voederhuisje. Zodanig dat ze toch in 1 week tijd een eenvoudig voederhuisje kunnen maken. Ik ga het zo zeggen. Nee? Goed, dus dat is ook nieuw. Ja, we moeten daar rekening mee houden. Hè. Als er een bedrijfsbezoek is, is het kleintjes. Is er geen bedrijfsbezoek, dan is het correct groter. Oké? Voor de periode B, die de start vanaf 9 maart, is het ongeveer identiek. Dus ook het project Lampje Schakel, waar in plaats van de escape box is dan het project Nachtblokje. Dus de ene kinderen gaan de escape box zien in periode A, de andere kinderen gaan het nachtlampje zien in periode B. Waarom is dat? Wel, ik had het al verteld, wij moeten nu alles veel meer concentreren in 8 weken tijd. We kunnen niet altijd alle boxen op tijd van de ene plaats naar de andere plaats vervoeren. Dus vandaar in periode B Nachtblokje en periode A escape box. We gaan dan binnen 2 jaar dat ik erom is. Dus dan gaan ze het toch wel weer gezien. Maar goed, dat is geen draad. Het voederhuisje wordt hier volledig gegeven in periode B. En de CNC-robot gaan we dan geven ofwel in 1 week of in 2 weken. Dus hier is ook de syllabi voor de CNC-robot aangepast. In de kleur, als ze maar 1 week hebben, dan doen we enkel maar een aantal stappen. Het zal een klein programmaatje zijn. Er zouden al wat meer oplossingen in staan. Maar toch ga je kunnen in die 2 uur al een kleine robot maken. Nee? Is er geen bedrijfsbezoek, dan heb je opnieuw 2 weken en kunt je verschillende oefeningen maken. Ja, is dat duidelijk? Dus dat is ook een aanpassing. Hè? Wij hopen nog altijd dat er 100% bedrijven zijn. Dan wordt CSC en voederhuis in periode A een mini-workshop. Maar als er geen bedrijfsbezoek is, dan worden die 2 een grote workshop. Oké? Kinderen en zo gaan dat misschien niet altijd begrijpen, maar ik ben overtuigd dat jullie dat begrijpen. Het kan ook zijn dat je zelfs dikwijls maar de week vooraf gaat weten dat er een bedrijfsbezoek is. Kwestie van flexibel te zijn en vlug aan te passen. Hè. Maar normaal gezien gaan we het weten tegen dat de workshop begint of dat er een bedrijfsbezoek is, ja of nee. Dus dan weet je op voorhand, het zal een kleine of een grote workshop zijn. Goed. Heel belangrijk rond die workshops, en we hebben dat al een paar keer rond die bedrijfsbezoeken, we hebben dat al een paar keer gezegd. Ik zou daar niet te veel over spreken tegen de kinderen. Van volgende week is er C. Nee, dat brengt, we hebben dat ondervonden, dat brengt verwarring mee. Je zegt dat gewoon maar de week ervoor. Daarnet hebben we misschien gemist. Je moet dat geen 3-4 weken op voorhand zeggen, er zal dan een bedrijfsbezoek zijn. Want de kinderen snappen dat niet altijd. En de ouders zeggen dat niet veel. Dus we zeggen het gewoon, de les ervoor dat het bedrijfsbezoek zal zijn. Nee? Wij gaan jullie op de hoogte houden. Waar en zo verder. De ouders zelf gaan wij maar verwittigen de donderdag. Dus na de workshop die ervoor komt. Maar als we dat ervoor zeggen, dan zijn er al ouders die denken, ah, het is vandaag bedrijfsbezoek en het is niet waar. Nee. Dus wij verwittigen de ouders maar de donderdag of de vrijdag als er een bedrijfsbezoek is. Dus eigenlijk hoef je alleen maar te zeggen aan de kinderen, er zal wel een bedrijfsbezoek zijn, zeg aan je mama en je papa dat ze naar hun e-mail kijken. Nee. En dat werkt het best van al. Dus niet te veel op voorhand vertellen, de ouders krijgen de donderdag of de vrijdag een mail voor het bedrijfsbezoek. Hoe komt dat? Dat kan nog veranderen de week ervoor, denk ik, van bedrijven, zeker nu in tijden van corona. Oké, goed, praktisch. Een paar praktische puntjes. Dus er zal misschien niet altijd een bedrijfsbezoek zijn, heb ik net verteld. Dan doen we een kleine of een grote workshop. Er waren al wat minder inschrijvingen. Opnieuw ontdekken we dat er locaties zijn met groepen waar er maar misschien 10 kinderen zullen zijn. Als er maar 10 kinderen zijn, of minder, dan durven wij voorstellen om maar 1 coach te hebben. Ik zeg, ja, het is een voorstel. Want
ik weet maar al te goed, alleen als coach is maar alleen. Hè. En dat is niet zo evident. Hè, want hij moet op dingen aanbrengen en zo verder. Dus als je denkt dat het echt niet gaat alleen, dan laten we het toe. Maar bijvoorbeeld de coaches die dat dikwijls gedaan hebben, zijn dat wel gewoon en kunnen dat misschien alleen nog niet. Dus we zien wel als het zover is. De kinderen kunnen nu nog altijd inschrijven. Het komt er vandaag toe, het komt er gisteren toe, het gaan er morgen ook nog toe komen inschrijven. Maar we gaan het u wel laten weten. Wat gaan we nog doen dit jaar? Ik denk dat je dat misschien wel beseft. Wij zijn groot als techniekacademie, maar ook in de andere provincies zijn er gelijkaardige STEM-academies. STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. Dat is een Vlaams gegeven, de STEM-academie. Wij zijn daar een onderdeel van. Maar ook in Limburg, in Antwerpen en op andere plaatsen zijn er andere STEM-academies. Wij komen met die mensen goed overeen. Wij zitten nu en dan samen, Vlaams, op Vlaams niveau en zo verder. En een van de dingen dat wij beslist hebben is wat een meting te doen, een onderzoek te doen rond de impact van zo'n STEM-academie. De impact, dus wat is het gevolg daarvan? Wat is het voordeel van dat? En we gaan dat doen op verschillende vlakken. Een van de dingen die heel belangrijk is, gaan er meer kinderen ooit kiezen voor een technische loopbaan? Want denk dat je het allemaal weet, gaan we naar gelijk een baas van een bedrijf, wat heeft hij nodig? Technicus. Niet? Dus dat is een van de redenen waarom dat wij Techniekacademie geven. Dus wij gaan dat onderzoeken en meten. En daarvoor gaan de kinderen op voorhand de eerste les blaadjes moeten invullen. En er zijn twee blaadjes. Het ene noemt pretest en het andere noemt posttest. We hebben het erbij geschreven, pretest is in de eerste les, de posttest is in de tweede les. Dus de eerste les, de hele eerste les, en top, als er een bedrijfsbezoek is, dan is de eerste les daarna. Hè. De eerste les dat je in het lokaal hebt, moeten ze die bladjes invullen. Het is met smarietjes en tekeningsjes op, het zijn 6 bladzijden, maar we zijn overtuigd dat dat heel vlug kan gaan. Deel dat uit, spreek daar een beetje over. Laat ze dat invullen, als ze vraagjes hebben, antwoord daarop. Dat zit in de box van de syllabie, die blaadjes. Dus er zitten 22 of 20 zo'n blaadjes in. Er zitten ook 20 zo'n posttesten in. Maar eerst de pretest. Laat ze dat invullen. Dat mag niet te lang duren. Hè? Ze moeten bijvoorbeeld invullen, ik ben een meisje of ik ben een jongen. Of, ik zeg het liever niet. Mijn vrouw heeft mij op mijn oren gegeven en je mag dat niet meer vragen. Zijn dat nu meisjes of jongens? Ja, ik ben nooit een verkleed meisje, maar mocht dat niet zijn. Maar goed, we zijn daar ook serieus in, dus zeg het liever niet, is een optie. Hè. Maar ze moeten dan invullen, ik zit in dat leerjaar, of ik zit in West-Vlaanderen of in Oost-Vlaanderen, en dan een paar vragen rond techniek en zo verder. Laat ze dat invullen. In diezelfde doos, dat was niet op tijd klaar, vandaag ga je zo'n enveloppen krijgen. Worden. Twee zo'n enveloppen, onnodig te frankeren. Dus, de eerste les. Laat ze die pretest invullen, steek dat allemaal in die enveloppen en als pas steek dan ik er in de brievenbus. Je moet daar geen postzegel op plakken of weet ik het niet wat, dat komt dan wel bij ons toe. Staat er zo'n speciaal nummer op. Dat zit niet in de doos. We hadden niet op tijd van de post zo'n nummer gekregen. We gaan dat vandaag meegeven. Per groep heb je, per locatie heb je eigenlijk maar één enveloppe nodig. Dus als er twee mensen zijn van dezelfde locatie moet je maar twee enveloppen meenemen. Waarom? Ook in voor die, die pretest. Want de laatste les moet je dan het andere bladje laten invullen. De hele laatste les op het einde. En dat steekt er dan ook weer in de enveloppen en dan komt dat automatisch bij ons terecht. Dus dat is nieuw. Maar we gaan dat doen over heel Vlaanderen. Allemaal dezelfde vragen over heel Vlaanderen. Gaat er dan een onderzoeker een rapport van maken? En ik weet eigenlijk al op voorhand dat gaat goed zijn, maar goed, we moeten het toch invullen. Allee, het zou ook moeten goed zijn. Als het niet goed is, kan het misschien veranderen. We gaan het doen zoals dat moet zijn. Hè. Maar het is een meting, een onderzoek over heel Vlaanderen. Hè. En wat gaat er ook gebeuren in dat onderzoek? Het kan gebeuren, en we gaan u verwittigen op voorhand, dat er iemand langskomt in de Techniekacademie om één of twee kindjes te interviewen. Dan zetten ze maar ergens apart in een hoekskof in de hang of ik weet niet waar, en dan gaat er iemand een kwartiertje die kindjes ondervragen. Hè. Dus dat ene is eigenlijk een kwantitatieve meting, hè, op aantallen, op cijfertjes, zoveel zijn er content, zoveel zijn er zie en zo verder. Dat andere is meer een diepte-interview. Dus dat kan gebeuren, maar we gaan het u laten weten als dat in uw groep is. Maar vergeet dus niet, neem zo'n enveloppe mee vandaag.
Voor de mensen die er niet zijn, gaan we ze opsturen. We gaan vragen wie dat er niet was hier vandaag. Dan krijgen ze zo'n envelop. En de eerste les, vult je dat in. Poef, in de post en het is opgelost. Oké? Goed. Dus dat hoort erbij, die impactmeting. Bon. We hebben ook de website aangepast. We hebben ook het contract aangepast. En ik ga het u tonen. Dat zou hier allemaal... Of moet ik eerst met een PowerPoint verder doen? Ik zal eerst met een PowerPoint verder doen en dan tonen we dat er allemaal is. Hè? Goed. De vrijwilligersvergoeding. Goed nieuws voor jullie. Het is omhoog gegaan. Op een bepaald moment had ik gezegd dat het 36,11 euro was. Ik heb dat ooit een keer gemaild. Maar het is nog een steen. Ze hadden de index er nog niet bij gedaan. Dus je krijgt nu vanaf nu 36,84 euro. Dat is de maximumvergoeding. Wij gaan altijd voor de maximumvergoeding omdat we jullie waarderen. Hè? En voor studenten die het doen voor een keuzevak, is dat dan jobstudenttarief. Het is ook een beetje gestegen en dat is dan 23 euro. Er zijn nog altijd polo's ter beschikking voor jullie. Je kunt ze hierna afhalen aan de ingang van die zwarte polo's met logo. Je is misschien kapot gewassen of zo, of hebt nog geen voor de nieuwe. Je kunt een logo, zo'n polo krijgen. We hebben ook nog altijd zo'n powerbank cadeautjes. We hebben nog niet iedereen gezien, ook voor de nieuwe, dan kan je zo'n powerbank krijgen. Met het logo van Techniek Academie. Degene die nog een hebben, sorry, het is niet meer nodig. Dat waren dat die kapot is, dan moeten we ook nog eentje hebben. We hebben ook voor allemaal een boek voorzien. Het ABC van het begeleiden. Het is een nul die slim is, maar het is vooral rond stembegeleiden. Iemand van die Vlaamse actoren die ook een stemacademie voorzien, hebben zoiets gemaakt. Maria Christina Kioski heeft dat gemaakt. Van de creatieve stem, dat is ook een soort stemacademie. Er staan daar heel veel tips in. Rond het begeleiden van de kinderen in zo'n stemacademie. Er staan ook tips in, dat wij misschien niet altijd toepassen. Maar goed, kijk, je krijgt zo'n boek. Als je hoesting hebt, kijk daar een keer in. Misschien ga je wel dingen eruit leren dat je kunt meenemen als techniekcoach. En zo is ons vormingsmoment eigenlijk al gepasseerd. Want wij voorzien altijd een vormingsmoment. Hier in dit boek, voilà, het is opgelopen, ons vormingsmoment. Nee, het is belangrijk. Hè? Dus we geven het aan iedereen mee. Bekijk een keer, er staan een paar hoofdstukken in en misschien zegt je dat hoofdstuk kan interessant zijn voor mij. Het leest gemakkelijk en zo voor jullie. Oké, goed. Wij voorzien ook een congres. Normaal, we hebben er al twee gegeven in het verleden. En met corona ging me vorig jaar geven, maar dat ging niet met corona. We gaan het dit jaar geven. Op vrijdag namiddag 3 juni, minister Krevits heeft al toegezegd. Die tegenpost van de Standaard heeft ook al toegezegd om er aanwezig te zijn. Maar het thema is het bedrijfsleven. We gaan veel mensen uit het bedrijfsleven, want wij hebben meer dan 200 bedrijfspartners die helpen bedrijfsbezoeken, die helpen financieren, die mee helpen denken en zo verder. Ook sectoren, sector bouw, metaal, voeding en zo, steunen ons allemaal. Het is in die functie. Jullie gaan ook uitgenodigd zijn, maar je gaat ook uitgenodigd zijn een beetje later, die misschien interessanter is. Je ziet wel, als je kan, ben je welkom die vrijdag namiddag. Maar we gaan vooral ook, en we hebben dat al twee keer niet kunnen doen, maar zoals dat het nu is, gaan we ook nog een feestje geven voor onze techniekcoaches. En voorlopig is dat op vrijdag namiddag 1 juli. En dan zijn jullie wel allemaal welkom, ook met jullie partner en zo verder. We hebben dat lang geleden al een keer gedaan. We konden het niet meer doen met corona, maar we hebben er alle hoop in dat het nu wel zou lukken. Er volgt natuurlijk nog een uitnodiging en die een datum kan misschien nog veranderen, maar je bent zeker welkom. Nee? Goed? Oké. Noteer dat dan maar in uw kalender. Heel belangrijk. Vervolg van deze middag, en straks ga ik dan de website tonen. Zoals gewoonte gaan we ons dan straks verdelen in 3 groepen. De groep kan achteraan op de tafel beginnen, de groep kan hier beginnen en de groep kan hier door dat deurken of langs die grote deur kunt ze daar ook raken om workshops uit te leggen. Luc zal de escape box en het voederhuis uitleggen, Michiel zal de lampjes en de nachtklok uitleggen en ik zal hierachter de CNC-robot uitleggen. En na 20 minuten wisselen we dan en na 20 minuten wisselen we dan ook. Maar voor de mensen die zeggen, ja, ik heb die workshops al meer dan een keer gezien, of ik wil enkel maar de ene workshop volgen en zo verder. Geen enkel probleem. Hiernaast voorzien we ook nog een workshop.
en een bepaald thema, een gesprek, een keer spreken met elkaar. Liselotte en Sarah gaan dat begeleiden. En het gaat over extra coaches vinden. Of coaches blijven motiveren om er te komen. Hoe komt dat? Hum, we hebben nog coaches tekort. We hebben er nog tekort. Als we straks de planning gaan bekijken, is er hier en daar nog een gemeente waar we niet voldoende coaches hebben. We hebben ze al altijd allemaal gevonden. We hebben nog een week de tijd om ze te zoeken. Maar wie weet hebben jullie ook nog ideeën of tips en zo verder. Ja, we hebben heel veel coaches nodig. Dus jullie zijn er al, maar zoeken nog anderen. Dus je kan ook daarmee ons helpen en er thema's of tips geven en zo verder. Zoals gewoonlijk op het einde, als het allemaal gepasseerd is, kunt u bij mij komen om te kijken waar dat je voorlopig ingepland bent. En wie weet dat er nog fouten in staan of dat we nog dingen kunnen aanpassen en zo verder. Of dingen noteren en zo meer. Dus dan kan je een keer komen kijken. We voorzien ook nog traditioneel daar de drankjes, maar er gaan ondertussen taartjes bij staan. En zelfs samen zijn is ook belangrijk. Goed, dus dat is voor straks. Maar nu ga ik de website tonen. De nieuwe website. Dat zou hier al moeten opstaan. Gelaten. Je typt gewoon in techniekacademie.be. Hier, ja. Techniekacademie. Oei, en we zien dat nu niet. Ja, en ik ben technieker, ik zou dan nu moeten kunnen arrangeren. Hoe gaan we dat doen? Weet je wat, ik ga die PowerPoint afleggen. Voilà. Hij is er nu nog een keer. Goed, we gaan heel weinig doen. Goed zo. En nu naar die website. Ah, oh, wat, het is gelukt. Ik ben toch nog een beetje goed in techniek. Een klein beetje. Dus techniekacademie.be, je ziet het daar staan bovenaan. Dat is onze algemene website. Let op, jullie hebben dan niet zoveel nodig. Dat is vooral voor mensen of bedrijven of organisaties die er naartoe gaan. En op de eerste pagina zie je het kaartje. De tweede pagina, home. Wie? Wel, we doen verschillende dingen. Nee. De junior techniekacademie, de tiener techniekacademie, repair dienst, dat vervolgproject. We doen ook nog kampen in de paasvakantie en de zomervakantie. Dat is niet voor jullie belangrijk, maar goed. Wij geven ook nog techniekacademie voor leerkrachten. ID4TE, X for Technology. En we doen ook nog Techniek Academie thuis. Je kunt dat allemaal dan wel een keer bekijken. Maar ik ga een keer naar Tiener Techniek Academie gaan. Dan zie je dat wat informatie staan. Dus ik de vier projecten samen gaan maken. Ja, er staat daar gewoon wat informatie voor de mensen. Waar? Dat kan handig zijn als je naar uw website moet gaan. Je ziet hier de planning voor de Tiener Techniek Academie. Nu zetten wij de rode gemeente straks. Let op, als je daarop klikt, zie je hem in het rood. En inderdaad, nu zitten we in de rode gemeenten. De groene gemeenten zijn vanaf september. Maar interessant kan zijn, er zit hier een zoekfunctie op. Ik typ bijvoorbeeld, wat ga ik intypen? MER. En ik ga nu al de gemeenten tonen die met MER beginnen. Ja, Erpenmeren en Merelbeke. Dan ziet je dat daar, dus het is met een filtersysteem. Kijk, als ik naar Merelbeke ga. De tiener is in september, in maart is de tieneracademie in Erpenmeren. En dan ga je direct naar de website van Techniek Academie Erpenmeren. Dus als je je eigen website zoekt waar dat je zit, zou je dat op die manier nu kunnen zoeken. Maar ja, je weet het ook al, Techniek Academie-Erpenmeren of Techniek Academie-Overingham of Techniek Academie-Brugge enzovoort. Goed, dus daar kunnen we nu ook nog via die algemene website naartoe gaan. Coach, media, coach, thuis, partners, allemaal niet zo belangrijk. Coach zal wel belangrijk zijn voor jullie. Dus dat gaat over coach. Maar dat is voor de nieuwe coach. Als je een nieuwe coach bent, daar hebben we wat motivatie gezet. Belangrijker is, hoe raak je nu aan de pagina die voor jullie bestemd is? Waar dat al die informatie op staat, van in het verleden. De syllabi staan erop, stemfiches, al die dingen, de planning enzovoort. Wel, je gaat gewoon... Om het even op welke pagina, ik ga nu maar de kortste pagina nemen, de homepagina, dat is de kortste. Dan gaat naar onder, helemaal onderaan, staat er daar inloggen. Linksonder. Vanaf iedere pagina van techniekacademie.be kunt je daar naartoe. Maar goed, we hebben dat onderaan gezet, omdat de mensen dat eigenlijk niet zo goed weten, maar zij moeten niet inloggen, maar jullie weten het wel. Naar onder gaan, dus techniekacademie.be, helemaal naar onder gaan en dan inloggen. En dan moeten we een gebruikersnaam en een wachtwoord ingeven. Ja, onze programmeur had eerst zo een
een eigenwijde login gemaakt en een nog een veel eigenwijder paswoord met nulletjes en striktjes en accentjes. Maar ik zeg, kijk, nee, dat moet ook maar voor ons. En de login is TA van Techniek Academie en het wachtwoord is ook TA. Voilà, zo simpel is. Wie had er nu gedacht dat het zo simpel is? Van die vreemde mensen. Ze gaan allemaal proberen met 27 letters, wij weten TA, TA. Nee? Omdat je zo wat doet. En dat top staat er eigenlijk ook geen geheim op. En wat ziet je dan? Dan is het menu bovenaan plots veranderd. En dat op de keer dat je ingelogd bent, gaat dat nog weer meegaan. Dus je gaat maar één keer moeten inloggen en dat blijft in principe heel de tijd te horen dat je computer gekracht heeft of dat ik weet niet wat gedaan heb. Dus gelijk waar dat ik nu naartoe ga, naar wie, naar waar, blijft techniekcoaches TTA en techniekcoaches JTA staan. Jullie zijn TTA, Tiener Techniek Academie. Goed, je klikt op Tiener Techniek Academie of techniekcoaches TTA. En wat staat er daar dan? Van alle soorten documenten mee en dingen. We gaan eens een keer overlopen. Het eerste is de vrijwilligersovereenkomst. Dat is ons contract. Je moet dat invullen. Ik zeg niet veel dat je iets moet doen, maar je moet dat invullen een keer per jaar. Dus we hebben een nieuw jaar, een nieuw burgerlijk jaar, 2022. Je moet dat invullen. Maar, het is veel vereenvoudigd. Vroeger moest je dat op papier. Moest u dan een papiertje geven, moest dat dan invullen, moest dat dan scannen en moest dat dan doorsturen. Of met de post enzovoort. Nee, we gaan nu... Ah ja, en vorig jaar was het al digitaal. Juist, sorry, vorig jaar was het ook al digitaal, maar moest het nog in scan naar weer sturen. Nu niet. Dus via een invulformulier, een ander, dat zou moeten werken, een heel eenvoudig invulformulier, let op, we hebben al zo'n formulier gestuurd naar jullie, je moet daar een paar dingen invullen. Niet zoveel. Je moet niet weer naar Viva Zuid gaan of naar, ik weet niet wat, het is direct van ons. Goed, je vult dat in. Wat gebeurt er dan? Dan gaan wij daar een contract van maken. Allee, Sarah had daar een contract van maken. En dat contract, net hetzelfde als vroeger, gaan we bezorgen. Op digitale wijze. En dan gaat erop staan dat je nog iets moet ondertekenen. En een contract is belangrijk, moet daar dus een handtekening op staan. Dus eigenlijk moet je nog altijd terugsturen met je handtekening op. Dus in principe is niet zoveel veranderd. Maar, we hebben eigenlijk je handtekening al van vroeger. En we hebben gevraagd, en ook in dat invulformulier staat er een vraag, mogen we uw handtekening gebruiken? En als hij ja zegt, dan moet je niets doen. Dan gaan wij wel uw handtekening van de keer ervoor scannen, kopiëren en erin plakken. Is dat dan zuur dat we doen? Op en nee. Met in digitale tijd, hè. Ik denk dat je handtekening al 30 keer nergens gekopieerd is van een of ander die dat gekregen heeft. Hè. Je weet er ook wel dat je dat kunt. Hè. Papier met een handtekening, scant dat in en heb je het handtekening. Hè. Een echt digitaal handtekening met een login en een C en een la, maar dat hoeven wij niet te gebruiken. Als je nieuw bent, kun je het ook anders oplossen. Je kunt gewoon op een schoonwit bladje je handtekening zetten. Trek daar een foto van of je scant dat in en je zorgt dat aan ons. En wij gaan dat dan erbij plakken. En we moeten ervan uitgaan, we gaan je handtekening niet verkopen. Je moet er niet meer in zitten. We hebben al werk genoeg te doen. We gaan gewoon zorgen dat je het niet meer moet terugsturen. Dus als je daarmee akkoord bent, dan gaan we wel uw handtekening daar zelf bij plakken. En we hebben het dan ook voor de onkostenvergoeding uw handtekening. We doen niets verkeerd. Het is in vertrouwen dat we werken. We werken al altijd in vertrouwen. Maar we gaan gewoon zorgen dat je minder werk hebt. Oké. Mocht dat vragen aan Sarah. Zij heeft al 10 jaar mijn handtekening. Had je door een of andere brief mogen gevuld zijn, pak ze dat daar en het staat erin. Nee? Dat is ook in vertrouwen. En de anderen doen dat ook. Wij moeten er niet mee in zitten. Nee? Goed. Oké. Dus op die manier kan het gebeuren. Als je toch wilt opsturen en een echt handtekening zet dat live is, goed, we gaan dan nog eens scannen en zo verder. Hey, man, we ontvangen het digitaal, kun je het door naar Sarah sturen. Hetzelfde geldt voor de onkostenvergoeding. Je kunt het niet geloven, we hebben in november de vorige periode afgesloten, weliswaar in stapjes en brokjes en zo verder door corona. Er zijn nog altijd een aantal coaches die hun kosten niet ingediend hebben, van in november al. Oftewel zijn ze heel rijk en hebben ze niet nodig. Oftewel, ontzien ze het om dat in te vullen, want dat was toch altijd een beetje een karwei. Wel, we gaan dat nu ook digitaal, ook met een invulformulier. Ik ga het nog niet doen, want het is nog niet heel actief. Maar voor degene die de Techniek Academie ingehaald hebben op 2 januari en op 9 januari, kon dat toen ook al invullen. Wij moeten dat nu nog uitbreiden voor de andere periodes, hè, dat wordt binnenkort ingevuld. Op het einde van de rit ga je gewoon maar moeten invullen, uw naam. En ik heb zoveel keer al
geweest en de vervoersafstand was zoveel. En al de rest van wij dan in voor u. Te waren dat het speciaal geval is. Dus dat zou nu veel vlotter moeten gaan voor uw onkostennota in te dienen. Oké? Goed. We gaan dat proberen, maar ik ben ervan overtuigd dat dat gelukt. En dan is dat minder werk van jullie. Want ik weet, we weten allemaal, we zijn 1000% gemotiveerd om techniek te geven aan de kinderen, maar we zijn niet gemotiveerd om papier in te vullen. Wij ook niet. We moeten maar zo'n pak papier invullen. We doen dat niet graag, maar we kunnen niet anders om onze subsidies te krijgen. Maar ik weet dat jullie dat ook niet graag doen. Dus we gaan het eenvoudiger maken. Oké? Goed. Dan staat er ook nog een aangifteformulier en een geneeskundige thuisschrift. Mocht er een accidentje zijn, dan zit er in de korop bij de kinderen. Het is er echt nog niet veel geweest, maar mocht er een zijn, dan zit er verzekeringspapieren in de coronabox. Je heeft dat af. Maar moesten ze allemaal opzetten of je vindt dat papier niet, kunt je het ook digitaal hebben. Uitdrukken, afprinten en een keer meebrengen of zo, of we gaan het u opsturen en zo verder. Het gaat zeker en vast ook voor jullie. Als er bijvoorbeeld een accident zou tegenkomen zijn onderweg, dan ben je verzekerd. Dan moet je zo'n formulier invullen. Je zit thuis, je hebt dat formulier vergeten, maar we kunnen het afprinten hier van op onze site. Hè. Zodat we hebben er al een keer een accidentje gehad met een auto of zo, dan vullen we dat in en kunnen we u verzekeren. De aanwezigheden. Dat is hetzelfde systeem als vorig jaar. Inloggen. Heel hetzelfde. TA, TA. Dat is niet moeilijk. TA, TA. Maar niet mensen. Hè. En dan komt je op de site van vroeger, waar je de gemeente kunt kiezen. Bijvoorbeeld Deerlijk. Je kunt de groep kiezen. Ja, in Deerlijk is er maar één groep, denk ik. Ja, het is maar één groep. En dan duurt het op volgende. Dan ziet je de dagen. Er staat nog één foutje in. Dinsdag 5 april. Maar onze programmeur weet dat al. Je gaat dat aanpassen. Je klikt op woensdag 16 februari. Voor degenen die nu woensdag starten. Je duurt op verzenden. En dan ziet je reeds de deelnemers. De deelnemers. En je kunt ze afvinken. Als de ketel Celeste afwezig is, dan vinkt je ze gewoon af. Dus we hebben zorg voor af te vinken, omdat er minder afwezigen zijn dan aanwezigen. Dus je moet minder klikken. Niet? En dan zien wij dat. Natuurlijk moet dat nog verzenden, niet? Dat verstuurd is. Ga dat nu niet doen. Als je verder gaat naar meer info, dan ziet je opnieuw de kinderen van alle kinderen staan. Maar ook het telefoonnummer van de ouders. Mocht er wat zijn, dan kunt u ze opbellen. En ook nog een paar opmerkingen. Bijvoorbeeld de smet Aaron heeft ADHD. We hebben ondervonden dat dat meestal niet zo erg is. Zeker als je het op voorhand weet dat je er een beetje rekening mee moet houden, dan gaat dat in principe zeer vlot, omdat ze met hun handen moeten mee zijn. Let op, staan er nu nog een paar zeven dingen op. Ik kreeg geen melding, dus misschien een tweede keer ingeschreven. Dat zijn dingen dat we nog allemaal moeten wegfilteren. Tegen volgende week woensdag is dat allemaal weggefilterd. Maar bijvoorbeeld Van Damme Nolle zal misschien de eerste les niet aanwezig zijn. Dan weet je dat hij dan de volgende keer er zal zijn. Hè? Deze les moest hij misschien iets speciaals doen. Hè? Goed, dus op die manier gaan wij communiceren. Maar je moet dus twee keer klikken. Hè? Je ziet eerst de namen en dan meer info. Of minder info. Hè? Dan zie je meer informatie. Goed, dus datzelfde systeem als vorig jaar. Met dat verschil dat je niet meer verplicht bent om in te vullen. Oké, de planning. Gaat er ook op staan. Dat kan wekelijks veranderen, heb dat al ondervonden. Er staat al een planning op. Jupplahoi, dat gaan ze graag zien. Hè. Er staat al een planning op, het duurt een beetje langer en je ziet het al staan. In Alveringham is Willy en Vicky actief. Maar ze is nog echt niet volledig, ik ga ze zeer weer weg doen. Zeer weer weg. Nee, je weet het, zo'n planning maken is niet simpel. Straks ga ik dat iedereen tonen en we kunnen misschien nog dingen aanpassen. Nee? Goed. Maar je gaat ze op die manier kunnen zien. Wat is er ook nieuw tegenover vorig jaar? Als ik wat aanpas in de loop van de week, dan wordt dat direct aangepast. Vroeger was dat maar op de week dat het aangepast werd. Hè? Dus de nieuwe planning zag maar de zondag of de maandag of zo. Het kan zijn dat je al de nieuwe planning gaat zien de donderdag. Ja, het kan dan de vrijdag weer veranderen en de zaterdag weer en de zondag weer. Dus kijk er maar op het moment dat het zo begint te naderen. Nee? Maar voor ons is het zeker handig, dan gaan we heel automatisch, dan zien we dat direct die planning. Nee? Goed, daaronder belangrijker, de projecten. De projecten, de cursus van het voederhuisje staat daarop. Goed, kijk, je ziet al de cursus. Dus voor de mensen die het dan een keer willen voorbereiden, kunt je de cursus zien. De PowerPoint staat erop.
Er zijn er die een PowerPoint gebruiken tijdens de les. Ja, als je een internet hebt, gaat dat niet. Hè? Goed, je kunt vooraf downloaden, op stick zetten en gebruiken. Maar er zijn er evenveel die het niet gebruiken. U bent daar vrij. Een stemfiche moet je niet tonen op het moment zelf. De stemfiche is om je voor te bereiden voor een beetje meer stemgehalte te geven. Niet dat je dat moet gebruiken, maar er staan er toch een paar interessante tips op. De video's staan er niet altijd op. We zijn er nog mee bezig. We gaan er nog op zetten, maar er staan ook een paar nieuwe video's op. De skateboard, de nachtklok en de lampjes schakelen is vernieuwd in een nieuwe stijl. Want het project hadden we al een paar keer aangepast, dus het is nu met de laatste versie van het project. Die een video kan een half uur duren. Hè. Ik zou zeggen, voor de mensen die het nog nooit gedaan hebben, of die echt willen een keer kijken hoe dat in elkaar staat, kijk ernaar. Maar die video gaan we nooit tonen aan de kinderen. Dat is een hulp voor jullie, die video. Hè. Hetzelfde van de antwoorden. In de syllabi staat er nu en dan een vraagje. Wij gaan er ook de antwoorden op zetten. We zijn er nog mee bezig. Hopelijk tegen dinsdag of maandag staan ook de antwoorden er allemaal op. Hè. Goed, en misschien nog de rest van de dingen. De inhoud van de boxen staat er ook op. Bijvoorbeeld de escape box, dat is het materiaal die in de escape box zit. Zodanig dat je zeker bent dat er daar zal uitgedeeld worden. Maar goed, het staat er nog niet allemaal op. We hebben een beetje tijd nodig, met man en macht, maar tegen dinsdag zal het er zeker allemaal op staan. Oké, voilà, dus dat is jullie website. Later gaan er ook nog tips op komen. Er staat nu nog geen tips op, maar alle tips dat je gaat krijgen via de, of alle tips die je hebt voor ons, laat het ons weten. Stuur dat niet naar iedereen, dat is bij wijze van verboden, maar als iedereen een tip naar iedereen stuurt, krijgt je een paar duizend mails. Hè. Dus dat is niet de bedoeling. Als je een tip weet, als je een fout gevonden hebt, of ik weet niet wat, stuur ze naar mij. En in de wekelijkse nieuwsbrieven, meestal op de zondagmorgen, ga ik al die tips een keer verzamelen. Zodat je de laatste tips kunt zien, hè, en een paar informatie sturen, dat weet je. Maar we gaan ze ook hieronder plaatsen. Zodat dat op een bepaald moment een hele lijst wordt van tips per project. Dus als je een nieuw project start, kunt je gaan kijken in die tips. Ja, we kunnen altijd dingen leren van elkaar. Hè. Goed, dus dat komt erop. Voilà. Ik denk dat ik alles getoond heb van de website. Voordat we gaan beginnen, mocht je eerst natuurlijk naar vragen staan, want ik heb al veel te veel gebabbeld. Jullie mogen nu nog algemene vragen stellen, niet over de workshops, want de workshops gaan we straks afzonderlijk uitleggen. Goed, zijn er vragen of opmerkingen of dingen? Laat het maar horen. Ja? Ja? Ik heb voor een jaar de vraagstelling gehad van, wij zaten dan met Jeter en Martijntje, die dat nog niet weten pakken, en dan op dat moment zegt nee, maar als we weten, pakken we weer zo'n vraag krijgen, dan zijn we met 20, mag het dan nog niet bij? Goed. Wij hebben een eind geleden beslist, we gaan nooit over de 20 groep, over de 20 hand per groep. Met uitzondering. Ja, er zijn altijd uitzonderingen. Als er een uitzondering is, dan gaan we het jullie op voorhand vragen. Er is al een uitzondering. In de groep in Isegem is er een uitzondering. Er waren nog 3 plaatsjes beschikbaar om in te schrijven. Ze hadden met 3 goede vrienden afgesproken. We gaan te samen inschrijven. Tegen dan derde mocht inschrijven, was het al volzet. Ja, dan krijg je de mails van de ouders. En, ja, mijn hart is soms zwak. Dan heb ik er 21 toegelaten. Maar in de tweede groep zijn er dan minder. Dus dat is een beetje de bluts en de bijl. In de ene groep een beetje meer, in de andere groep minder. Maar toch ga ik het nog vragen. Aan de mensen die straks voor Isegem toegekend zijn, ga ik het vragen of toch zeker op voorhand zeggen van kijk, per uitzondering 21. Maar het is nog maar één keer dan erboven gegaan zijn. Het kan gebeuren en als het zo is, is het omdat een dringende reden is en we gaan het jullie eerst vragen. Jullie kunnen nog altijd beslissen. Wat was zo, dat was een groepje van 2 of 3. Ah ja, ze vonden dat jammer dat hun vriendje ook niet mocht komen. Tweede, ja. Principe is maximum 20. Nee? Per uitzondering. Per hele grote uitzondering. En we gaan het u niet vragen. Oké? Zijn er nog vragen of bedenkingen? Dan heb ik dat goed uitgelegd, blijkbaar. Dank u. Goed, we gaan er aan beginnen. Verdeeld in 3 groepen: een groep achteraan, een groep hier vooraan en een groep achteraan. En na 20 minuten of zo gaan we wisselen. Daarna zelfs samen zijn en zo verder.
Een grote merci nog een keer en we zien en we horen elkaar wel binnenkort.